Nederland telt meer dan 600.000 motorrijders en dat neemt helaas ook met zich mee dat een aantal van hen wel eens bij een ongeval betrokken zijn geweest. En wij van Checkbox zijn benieuwd hoe de schadeafhandeling bij KNMV Verzekeringen verloopt bij iemand die dat wel eens heeft meegemaakt. Vooraf wil ik alleen zeggen dat dit niet in scène is gezet, dat dit een echt verhaal is en degene die we vandaag daarover spreken heet Thierry Janssen en hij woont hier op nummer 8 in Mierlo. Hoi. Hi. Ik ben Martin. Ik ben Claudia. Dus dat is de brokkenpiloot. Ja. Ja, helaas wel. Wat voor motor op fiets rijden? Aprilia Tuono, 2003. Dat is een, bijna klassieker. Tuono. Ja, ja. Ja, ja. Hoe lang? Leuke motor. 9 jaar al. Ja, sinds 2010. En jij zit al de dag erop? Nee, ik rij zelf. Echt? Wat heb je? Ik heb een Kawasaki ER-6N. Oeh, ja, maar dat is wel een nieuwere dan. Ja, ja. Een stukje nieuwer. Ga zitten maar. Ja, dankjewel. Schade aan je motorfiets is al vervelend genoeg, maar een prettige afhandeling door de verzekeringsaanbieder kan de pijn enigszins verzachten. Dit is het verhaal van Thierry Janssen. Ik ben een hobbyrijder. Normaal rijd ik 's avonds lekker een uurtje om mijn hoofd leeg te maken. Die dag was ik op de motor naar het werk gereden. Op de terugweg op een weg waar het zonnig was, maar je af en toe wat schaduw had, kwam ik achter een busje terecht. En terwijl ik linksaf sla, of wil slaan eigenlijk, komt er een auto tegemoet. En die raak ik aan de zijkant, dus niet frontaal erop of zo. Het is echt gewoon ja, schampen langs die auto af. Prachtige klassieke Mustang. Ik ging langs de zijkant af met mijn valbeschermer en mijn hand. En verder raakte ik echt de zijkant van de auto. Maar wel over de hele lengte? Wel over, ja, vanaf eigenlijk het voorportier tot aan helemaal de achterkant. En die eigenaar van die klassieke auto was niet blij? Het eerste wat de eigenaar vroeg van, hoe is het met jou? En ja, eigenlijk had ik ook vooral daar eventjes dus over. Dus een heel redelijk mens? Gewoon redelijk, normaal. Ja. We hebben samen de motor opgepakt, want die lag plat. Ja. De auto aan de kant gezet, de motor aan de kant gezet op een inrit daar in de buurt. En op dat moment eerst eventjes elkaar aangekeken van oké, hier staan we en wat nu? Ik ben naar huis gegaan en heb toen s'avonds meteen eigenlijk de KNMV-verzekering gebeld en de schade gemeld. De volgende ochtend had ik de bevestiging al met het verzoek om zo vlug mogelijk het schadeformulier ook op te sturen naar hun, zodat ze de gegevens hadden. Ik kreeg ook direct de dag daarna weer de bevestiging van we hebben het ontvangen. Volgens mij was het binnen 2 weken, ik weet niet meer precies, maar krijg je bericht dat je inderdaad degene bent die aansprakelijk is voor het ongeval, ja, ja, dat jij de fout hebt gemaakt en dat er een bepaald bedrag is overgemaakt naar de andere partij. Na een valpartij op een motorfiets speelt vaak de angst om weer op te stappen een grote rol. Maar ook het ego van menig motorrijder loopt een deuk op. Zo ook bij Thierry. Ja, behoorlijke deuk opgelopen. Ja. Maar hij was ook wel heel erg geschrokken. Ja, hè, toch? Ja, ja. Ja, je schrikt. Hè? Het is er ineens. Je ziet niet aankomen, het gebeurt ineens. En ook gewoon heel veel geluk gehad. De ramen van, het was prachtig weer. Hè? De zon scheen, zei ik al. Je had hem frontaal kunnen. Ik had hem frontaal kunnen. Dan was het helemaal, ja, het ging maar met 30 van beide. Maar ja, dan is het ineens 60. Dat is toch heel anders. Je kunt ook ongelukkiger vallen. Hè? Het was op glad asfalt. De ramen open, geen middenstijl bij zo'n klassieke Mustang. Anders was mijn elleboog waarschijnlijk ook flink beschadigd en geweest. Waarschijnlijk maak je dan ook met je stuur een hele andere beweging. Ja, ja. Mijn stuur had dan waarschijnlijk op die middenstijl omgeklapt. En ja, dan is het ook maar de vraag of je wegschuift, wat nu eigenlijk gebeurde. Hè. Je viel gewoon om. Of dat je echt een duikeling gaat maken. Ja. En dat is gewoon heel anders. Ik heb met niks anders als gewoon mijn heup en ja, mijn schouder eigenlijk. En je ego. Geraakt. Ja, en mijn ego. Die lag onder die motor. Dat engeltje, dat zit er nog. Ja, dat engeltje zit er nog. Alle formulieren zijn ingeleverd bij KNMV Verzekeringen en de totale afhandeling laat voor zowel Thierry als voor de andere partij niet lang op zich wachten. Maar wat zijn de financiële consequenties? Nadat gemeld was via een mailtje van dit hebben we uitbetaald, kreeg ik volgens mij de dag daarna een mailtje. Het heeft gevolgen voor uw premie, u valt dan denk iets je terug. Oh. Inderdaad, en dan ga je verder lezen en dan zeggen ze van, het was ergens tussen de 50 en de 60 euro. Dat zijn de consequenties van dat ongelukje. Nou, dan zeg je van nou, Dus daarmee dan in ieder geval iemand die een mooie klassieke Mustang toch beschadigd ziet worden, weer schadegesteld is, dan is dat niet erg om, om dat te betalen. Nou, dat schadegevalletje, laat jij hem nog op jouw motorfiets rijden? Jawel hoor. Dat toch wel, ja. Als het plotseling getankt moet worden. Ja. Een goede afloop dus voor Thierry Janssen en voor degene aan wiens auto hij schade heeft toegebracht. En dat niet in de laatste plaats dankzij de snelle afhandeling door KNMV Verzekeringen. Dankjewel dat jullie dit verhaal met ons hebben willen delen. In ieder geval gelukkig een verhaal met een goede afloop. Ja, ook dankzij goede motorkleding. Blij dat ik die altijd aan heb. Toen... Ja, want dat is geen normale spijkerbroek. Nee, dit is een Kevlar broek. Had ik toen aan, heb ik nu aan. Ja, daar zou je niet aan moeten denken wat voor brandwonden je had gehad als je gewoon een normaal... Ja. Nee. Je ziet wel eens mensen in een t-shirtje of een korte broek rijden. Nooit. Ja, sorry, maar ik doe alleen maar dit. Ja. En de schade aan je motorfiets is ook helemaal gerepareerd. Ja, niks meer van te zien. Dankjewel. En, Martin, bedankt. Ik zou zeggen, hou hem rechtop. Allebei. En veel plezier met boterrijden nog. Ja. Doei. Doei.